Als ik het goed heb, als ik het wel heb, is dit nieuwsuitzending nummer 139. En het gaat nog steeds over de valse vlagoperaties. En dan nu in de hele ruime zin van het woord. Ik zal even mijn aantekening erbij pakken. Ik sleep een beetje naar onderen. Ik heb hier dus, dit heb ik allemaal gedaan. Het is allemaal afgehandeld. En dit is een overige. Dan heb ik er 3. Ik denk dat ik daar nog wel 1 aan toe kan voegen hoor. Maar voorlopig hou ik het bij deze 3. Onderwijs is degene waar ik het nu over ga hebben, ter afsluiting van de valse vlagoperaties. In die zin, kijk hoor, wat ik hier ga doen. Dit wil ik helemaal niet. 1 seconde mensen. In die zin dat een valse vlagoperatie is dat je iets doet onder een andere vlag. Je doet alsof je aardig bent. En onderwijl ben je gewoon eigenlijk heel vervelend. En een valse vlagoperatie in de militaire zin is dat je trekt, het uniform van de vijand aan. En je doet iets vervelends. En dan zeg je vervolgens tegen het volk, ja, de vijand heeft het gedaan. Pak hem, pak hem. En jij lekker kaas, cash, kaasjes. Ja, er ook zo een is het onderwijs. Want bij onderwijs denken wij als ouder, en ik wist al van tevoren dat het wobbly-wobbly was, maar heel veel andere ouders die geloven er heilig in, dat je doet je kind naar school en daar krijgt het dan onderwijs. Nou, om gelijk de clue te verklappen, toen mijn dochter in de 2e klas zat van de HAVO, had ze een wiskundetentamen. En daar maakte ze zich ernstig zorgen over. En ik help haar normaal gesproken niet met wiskunde of met huiswerk zonder meer. Want zij wil naar school en ik ben daar al klaar mee. Het is haar huiswerk. En ik streek over mijn hart voor een keer. Dus zei ik, ik ga je wel helpen. Wat voor wiskunde is dat dan? Nou, nu moet je even een plastic tijltje pakken. Want je gaat zo dadelijk echt braken. Hoop ik. Het bleek te gaan over delen. En dan denk jij, delen? Matrix delen? Inverse differentiaalrekening delen? Het delen van platonische objecten. De kubus gedeeld door de hexagon of zo. Nee, idioot. Dat is gewoon wat je op je rekenmachine kan doen. Dan moet je gewoon, doe je gewoon op je toetsenbordje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan doe je schuinstreepje voorwaarts. Dat is de forward slash. Ja. Dan doe je die andere. Boop, 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 boop. En dan moet je dat toetsje weten te vinden. En het zijn 2 streepjes. En die lopen even wijder van elkaar. En die lopen van links naar rechts. En die ene zit erboven en die andere zit eronder. Je moet hem kunnen vinden. Het heet ook wel het is gelijk teken. Dus 12 gedeeld door 3. Hoeveel is dat? Maar dat leren ze de kinderen niet meer. En ze vertellen wel tegen onze ouders dat ze onderwijs krijgen. Nou, dat betekent voor onze ouders, voor mij niet meer hoor, want die van mij die bekijkt het maar, die heb ik genoeg wiskunde gegeven, die heb ik de stelling van Pythagoras laten bewijzen, goniometrie geleerd en toen dacht ik, nou, nu ben ik klaar. Hè? En staartdelen natuurlijk. Door mijn dochter kan 1001 gedeeld door 17. Kan jij dat zelf trouwens? 1001 gedeeld door 17? En als je nou 1001 gedeeld door 17 neemt, hè, en je hebt hem uitgerekend, kan je dan ook 1010 gedeeld door 17? Ja, ik vraag het maar gewoon. En dan zonder rekenmachine, hè, maar gewoon op de hand. Net als mijn dochter voor wiskundeonderwijs. Dat heet wiskunde. Nee, dat is geen wiskunde, dat heet rekenen. Natuurlijk kan je 2000 gedeeld door 34. Desnoods bij benadering.
Maar ongeveer goed. En het leuke erbij is dat mijn tante, die is inmiddels met pensioen. En die heeft altijd gewerkt in de medische, medisch analist of zo was ze. En vroeger werden er wel eens rekenfouten gemaakt bij de toediening van de medicatie. En dat ging dan om decimalen. Hè? Dus in plaats van 12,3 kreeg iemand 12,4 of 15,3 in plaats van 12,1 of zo. Hè? Dat waren de fouten van vroeger. Ja, tegenwoordig werken die medische analisten gewoon met de rekenmachine. En in plaats van 12 krijg je 120. Ze hebben één keer te vaak op de nul getoetst. Maar ja, een fout schuilt in een klein hoekje. En rekenen, dat kunnen we gewoon niet meer. En dat was ook gewoon helemaal de bedoeling. Dit heet het leren tegen het leren. Kom nog even kijken naar dit stomme filmpje. Dat is vast wel grappig. Op de Nationale Onderwijstentoonstelling in Utrecht is een zeer belangrijke plaats ingeruimd voor de audiovisuele hulpmiddelen, waarvan de dia's nog steeds in enorme hoeveelheden gebruikt worden. Tot de nieuwste ontwikkelingen behoort de PIP-projector voor individueel onderwijs en instructie. Er wordt gebruik gemaakt van een Super 8 film in cassette en een geluidsband in cassette, die niet alleen geluid, maar ook een stuursignaal geeft, waardoor het beeld naar behoefte kan bewegen of stilstaan. Ja, dit is geen onderwijs, hè? Kijk, onderwijs is dat je kinderen leert rekenen. Dus je moet de tafels van 1 tot en met 12. De tafel van 13 kan je ook leren. Maar als je die 1 tot en met 12 kan, dan kan je de tafel van 13 ook wel. De tafel van 14 is hetzelfde als de tafel van 7. Dat is ook weer te doen. Dat moet je leren. Of niet. Andere kinderen willen gewoon leren boogschieten. Die willen niet rekenen, die willen gewoon in één keer raak schieten. Dat is onderwijs. Dat is je kind opvoeden met kennis. Dus je moet je kind te eten geven, maar je moet je kind ook te denken geven. En ons onderwijs is dat onze kinderen stupiditeit wordt aangeboden. Dit slaat helemaal nergens op. Ik wil geen audiovisuele middelen voor mijn kinderen. Net als een of andere digibord. Hadden ze in de tijd van dat mijn dochter dan, inmiddels is mijn dochter 17, die is verlost van die stupiditeit. En heeft het overleefd zonder al te veel puistjes. Maar in de tijd dat ze daar nog zat, hadden ze een digibord. Ja, wat moet je met een digibord? Je wil je kind gewoon leren, wat ik zelf zou vinden. Je moet zo vroeg mogelijk beginnen met toxicologie. Je moet je kind leren dat Cl2, chloor heet dat, of chloorhypochloride heb je ook nog, wat ze in het zwembad gebruiken. Of ammoniak. Dat is giftig. Dat mag je niet in je mond stoppen. En ook zware metalen zijn gevaarlijk. Dat moet je de kinderen leren. Dat vinden ze spannend. En dan laat je gewoon video's zien van mensen met chloracne. En voor mij wat cyankali vergiftiging. Er zijn vast wel filmpjes van. Daar laat je ze goed mee schrikken. En dan leren die kinderen om van die vieze spullen af te blijven. Toxicologie is vak nummer 1. Ecologie is er ook eentje. En biologie natuurlijk. En wat ze met onze kinderen doen, is ze geven onze kinderen alleen maar onzin. Wat is dit nou? Dit is een filmpje van een stelletje paardrijders. Ja, nou en? Kan je tegen, of zijn het kamelen? Ja. Wat maakt mij dat uit? Wat voor onderwijswaarde heeft dit? Dit is geen onderwijs, dit is gewoon heel flauw gezegd. Onder de wijsheid houden. En hier de definitie. Het onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Welke doelen dan?
Om onze kinderen dom te houden? Ik denk het wel. Om ze niks te leren? Ik denk het wel. Ik zag een natuurkundeboek van mijn dochter. Dat was op de HAVO. En er was één pagina over het fenomeen transistor. Eén pagina. Waarvan ongeveer een derde ingenomen was door leuke foto's van een transistor. En een stukje tekst, dat was 300 woorden of zo. Nou, als je die woorden maar wist, dan kon je een 6 krijgen of een 7 of een 8. En dan denk je dat je wat weet van transistoren. Nou, je weet er helemaal niks van. En het vooraf vastgelegde doel is om kinderen niet te veel te leren. Nou, wat moet je daar nou mee als ouder? Best een probleem, toch? Nou, wat je moet doen is je moet homeschooling gaan doen. Thuisonderwijs. Dus je moet tegen je kind zeggen van, lieve schattenbout, mama en papa moeten werken. Laten we hopen dat jullie nog bij elkaar zijn. Of je moet zeggen, ik moet werken. En jij moet daar naartoe. Nou, zie het maar te overleven. Hier heb je 3 euro voor je lunch. Of je hebt een pakketje met een broodje of zo. En ik zie je wel om 4 uur. En doe het niet te druk. Hè. Hou een beetje je energie in de gaten. En dan, als we maar gaan, hè, gaat papa of mama gaat eten koken. En dan ga je gewoon je kind even onderwijs geven. Want hoeveel onderwijs heeft je kind nodig? Dat is een uur per dag of zo. Meer niet. Je kind moet gaan denken. Daar gaat het om. Je moet je kind gewoon lekker laten hobbyen. Of vissen. Op de visvereniging. Of op de karateclub. Of bij de zeeverkenners. Of, ja. Op de schietvereniging. Lekker knallen. Je moet je kind gewoon lekker laten handelen. En daarbij moet je je kind vertellen van de stelling van Pythagoras. En ja, iets van wiskunde. En afgeleide functies. En niet vertrouwen op het feit dat ze dat allemaal jouw kind gaan leren. Via de HAVO. Want dat doen ze echt niet meer. Ik kan deze er nog even bij pakken. Ik heb me al gewonnen. De video's erbij. Doe het geluid wel gewoon uit, hoor. Ja, het geluid staat uit. Maar deze vrouw. Dit is Charlotte Israbit. Die niet meer zo piep. Het is geen. Dit is Luke Radowski. En dit is die Charlotte Israbit. Dat kan je het gewoon allemaal zien. Dat gebeurt niet alleen in Amerika, dat is hier in Nederland ook gebeurd. Ik heb er gewoon met mijn neus bovenop gestaan. Dat mijn dochter heel trots was van ik heb een 6 voor geschiedenis. En ik vroeg van welke geschiedenis? Nou, dat was een of andere fantasie. Maar ze had er wel een 6 voor. Nou, dat is mooi, kind, zei ik toen. En meer is het niet. Ik wou dat het meer was. Dat zou mooi zijn. Maar het is niet zo. Dus dat is ook een valse vlaggenoperatie. Onze kinderen die krijgen tussen haakjes onderwijs. Tussen quotejes, zogenaamd onderwijs. Maar die kinderen wordt niks geleerd. Staartdelen gaat door voor wiskunde. Als je 500 gedeeld door 2, als je dat kan uitrekenen, dan ben je professor, dokter Anders ongelooflijk veel. Dan krijg je een 8. En de uitdaging is weg. En dat vinden ze ook goed, hoor. Dat vinden ze gewoon geweldig, van... Dan worden we allemaal één. Hè?
Dus samen, dus weer samen naar school. Dus de idioten met de slimmerikken samen in de klas. En de slimmerikken hoeven alleen maar, ja, als ze 2 plus 3 weten uit te rekenen, dan krijgt die slimmerik een 10. En die dombo die geen zin heeft om er iets te zetten, en die zet voor de grap een 2. 2 plus 3 is 2. Nou, die krijgt een 6. Dat is ons onderwijs. Ja, fijn. Ik zou er morgen meer geld voor uit gaan geven. Dat is een hele grote valse vlagoperatie. En gelukkig eentje waar je makkelijk wat aan kan doen. Dan kan je gewoon, als je een kind hebt, je kan je kind gewoon zelf leren. En op het internet, het barst van de wiskunde oefeningen, taaloefeningen. Je kan met je kind gaan schaken. Je kan met je kind naar de voetbalvereniging. Je kan met je kind naar de schietvereniging. En naar de boogschieterskunst. Schutterskunst. Hè. Je kan alles aan doen met je kind. Maar jij moet het doen. En je moet je kind zo vaak mogelijk ziek melden voor school. Als jij een dagje vrij kan krijgen van je baas. Dan moet je gewoon 's morgens bellen met school. Van ja, mijn kind heeft de hele nacht lopen hoesten. En ik durf hem niet de deur uit te laten gaan. Want straks wordt het nog veel erger. En dan kan hij een week lang niet naar school komen. Dat zeg je gewoon. Denk je dat ze langskomen om het te controleren? Nee, natuurlijk niet. Die lui die zitten in hun vesten. In hun vesting. Gewoon bibberend van angst. Die durven de deur niet uit om te gaan controleren of die kinderen echt wel ziek zijn. Nou, heb je gewoon de hele dag heb je, je kind voor jezelf. Dan ga je lekker hier in Arnhem, zou ik zeggen, op de fiets en naar Meinerswijk. En dan een schetsblok mee. En boterhammen natuurlijk. En een thermoskan met chocolademelk. En het is momenteel een beetje koud en daarom zeg ik dat. En dan allemaal lekkere warme kleren aan. En dan gaat je kind lekker tekenen. Dan leer je je kind. Dan geef je je kind onderwijs. Dan geef je je kind de ruimte om zichzelf te manifesteren. En die rare scholen. Die doen heel raar. Ik snap er echt helemaal niks van. Ik vind het raar dat die vrouw. Was dan de lerares van mijn kind. Dat hij tegen mij zei, of tegen ons, zogenaamd. Want die moeder van mijn kind, die kan niet zo goed luisteren. Maar ze sprak en ik was degene die dat hoorde. En de moeder van mijn kind, die heeft ook die geluidssignalen gehoord natuurlijk. Daar heb ik verder geen reactie van gehad. Behalve dat ze er tegenin ging. Want zo is de moeder van mijn kind, die gaat altijd overal tegenin. En zei dat die onderwijsinstantiepersoon, die zei dus van ja, jullie kind heeft een rekenachterstand. En dat moeten jullie als ouders zelf op gaan lossen. Want wij doen dat niet meer. Dit is geen grapje. Ik kan nu denken van, maar dit is geen grapje. Dit is letterlijk gezegd. Er werd gewoon letterlijk gezegd. Wij hier, en dat gaat over het heet de Sterrenkring. Dat is gelokaliseerd in de buurt van in de Spijkerbuurt. Vlakbij het Eendenparkje en Café Vrijdag. Ja, je weet het wel te vinden, Spijkerstraat, een stukje naar rechts. Die school. Daar geven ze geen rekenonderwijs, niet meer dat klassieke. Geen rekenonderwijs. Een beetje common core. Dus 500 gedeeld door 2, ja, dat kunnen de kinderen dan, ja, als je mazzel hebt. Hè? 400 gedeeld door 2, nou, dat kunnen ze, ja hoor. En 4000 gedeeld door 2, dat kunnen ze ook hoor. En that's it. En daar hebben ze een aangepast programma voor gemaakt. En dat sloeg totaal niet aan bij mijn dochter. Ja, vind je het gek? En toen heb ik mijn dochter leren staardelen. En toen viel het kwartje. Toen dacht ze, oh, zit het zo. Dus mijn dochter kan 213 gedeeld door 8. Dat is gewoon geen probleem. Dat doet ze gewoon op de hand. Gewoon een blaadje papier. Heeft ze geen rekenmachine voor nodig. Omdat ik dat haar geleerd heb.
En nu jullie nog, met je eigen kind. En zorg er goed voor, hoor. Want als je dat niet doet en je denkt, nou, ik laat mijn kind gewoon Common Core, The Deliberate Dumbing Down of Nederlands. Ik vind het wel goed. Ik wil gewoon een Mongool als kind. Ik heb altijd een Mongool gewild en die moet naar de Jostieband. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Dan moet je gewoon op gaan vertrouwen dat het onderwijs wel zal deugen. Maar you believe me dat die leraressen, want zo noem ik ze, want ze zijn allemaal vrouwen, ja, die weten ook wel dat het helemaal niet deugt. Die zitten ook maar opgescheept met al die kinderen in de klas. En die vrouwen die doen alleen maar aan socializen. Ja, want waar ging het ook alweer om bij het onderwijs? Soms ook alweer, ja. Dit woord. Attitudes. De houding van het lichaam. Jouw kind, die wordt dus geleerd hoe haar lichaam of zijn lichaam eruit moet zien qua houding. Met vooraf vastgelegde doelen, waarbij het niet duidelijk is welk doel het is. Je moet je kind hier in Nederland naar dit onderwijs toebrengen. Dit wat men onderwijs noemt, dat moet. Als je dat niet doet, krijg je ontzettend gesodemieter. Maar je moet je kind wel immuun maken hiervoor. En tegen je kind ook zeggen dat die leraren, zogenaamde docenten, stelt allemaal niks voor. Ze weten niets. Vraag aan een leerder. Vraag aan een. Ga maar een toets doen, hè? Als je een kind hebt op 3 HAVO, ga naar de wiskundeleraar toe en vraag om dit ding. Gewoon even wachten. Gewoon met mij mee. Hier, daar staat hij al. Dit. Wordt dat, weet die wiskundeleraar überhaupt hiervan? Dit zou, dit is gewoon, ik wist dit hoor. Toen ik 17 was, heb ik gewoon dit bediend. Dat was gewoon voor mij, simpel staf. En die wiskundeleraar van mij, die stopte dit gewoon in zijn tentamens, gewoon om ons te pesten. En dat snapte ik ook wel. En dat was gewoon een battle. Kijk, dat, ik heb onderwijs gehad. Ik heb in de klas gezeten met rode oortjes. Ik kon mijn eigen oren niet geloven. Ik heb goede leraren gehad. Maar achter mij aan stortte het gewoon in puin. En wat we nu over hebben, is helemaal niks. Noem mij één 17-jarige die van deze stelling weet. De stelling van L'Hôpital. Wie dan wel? Ja joh, ken je er één? Nou kom maar langs bij mij dan. Stuur me een e-mail. Niemand weet het meer. En vind je dat vervelend? Nee, natuurlijk niet. Hè? Wat maakt jou het uit? Dan heb je gewoon domme kinderen en die krijg je dan gewoon. Ik wil chocolademelk! Ik wil chocolademelk! En dat vind jij dan leuk? Kan je de kind een draai om zijn oren geven, want niet zo schreeuwen als je chocolademelk wil. Waar denk je dat het geschreeuw vandaan komt? Ik doe maar een beetje chagrijnig overkomen, want het is daadwerkelijk een reden voor. Waarom wordt de stelling van L'Hôpital niet meer op het middelbaar onderwijs gegeven? Laat staan vectormeetkunde. Matrixrekenen. Ik heb die wiskundeboeken gezien van mijn dochter. Die stonden bestens vol met plaatjes. Het leek wel een biologieboek. Want dit is een foto van een arend. De wiskunde is dan, ik heb een foto van een marktkraam met appelen. Er moet een foto bij. Nee, er moet helemaal geen fucking foto bij. Je moet gewoon leren rekenen en leren delen. En dan een beetje kwadrateren, wortel trekken en zo snel mogelijk AUB.
A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Dat houdt een aantal voorwaarden in. Welke voorwaarden zijn dat? En onderwijs is hier in Nederland, en ik vrees in andere landen ook, en ik weet wel zeker in Amerika ook, het is alleen maar kinderen, en het zijn mensen, onthouden van hoe ingewikkeld de boel in elkaar zit. Ze laten ons Teletubbies zijn in la-la-land. En ze lachen zichzelf helemaal de kloten. Totdat ze erachter komen dat ik boos word. En daarmee bedoel ik mijn vader natuurlijk. Hè? Want ik ben niet gevaarlijk voor deze mensen. Ik ben maar een Piemelino op de Rodeburgstraat. Die zijn dochter wel heeft leren rekenen. Ja, maar zo moeilijk is dat niet hoor. Nou, we gaan het allemaal lekker afsluiten. Operatie Bouw, even van de vorige uitzending is dit. Staat gewoon een oestertje, hebben we ook gehad. En dit is dan mijn kanaal. Nou, hartstikke fijn dat jullie hier naar geluisterd hebben. En op zijn hamburgers. Ja, dat moet wel, hè. Want er moet een tiet van komen en een tiet van gewoon. Op zijn hamburg zeg ik tjus. En voor deze keer zeg ik dag lieverds. En zorg goed voor de kinderen die je kent. Tjus, doei.